Met de Mavel P1 CC-decoupeerzaag kan alles. Zo recht als een cirkelzaag of zo dynamisch als Barbapapa. Hi, met Sanne. Ik hoop dat u even geduld hebt, want er is nogal veel te vertellen over deze Mavel decoupeerzaag. Maar eigenlijk is het geen decoupeerzaag, het is een precisiedecoupeerzaag. Waarom, dat ga ik u uitleggen. Ta-ta-ta-ta-ta. Deze decoupeerzaag is super stabiel. Mede dankzij zijn grote voet. Deze is ook gegarandeerd haaks. Zoals je kan zien, nadat hij uit de mal komt, wordt hij nagefreesd, zodat het kunststof glad is. De zijkanten worden na het moffelen worden ze ook nagefreesd. Overigens is de voet magnesium, zodat het een nog lichtere machine is. Verder kun je de voet eraf halen. Je kan hem helemaal naar achteren schuiven, zodat je dicht tegen de muren kan. Of je kan hem verwijderen. Dan kun je een 45 graden of onder een solder opzetten die onder een hoek kan. Verder kunt u zien dat alle rakende oppervlaktes zijn allemaal nagefreesd. Dit om te garanderen dat hij echt haaks is. Hier zitten blaasgaten. In de sol, hier zit een klein gat waardoor die lucht ingeblazen wordt. Hierachter zit een groot gat waardoor je een onderdruk krijgt, waardoor die hier aan de zijkant gaat zuigen. Hier wordt lucht ingeblazen, hier gaat die blazen. Dus uw zaagsel wordt van rechts naar links naar achter uitgeblazen, zodat het voor zich niet ophoopt en ook niet in uw ogen komt. Zoals u kunt zien is de as ontzettend dik. Dit helpt ook bij het recht en haaks zagen. Maar andere merken hulpmiddelen gebruiken om het zaagje zo recht mogelijk door het hout te laten gaan. Zoals wieltjes, veetjes, hardmetalen puntjes. Gebruik Mavel dus helemaal niks. Daardoor hebben zij 1,5 centimeter meer zaagdiepte dan andere merken. Als je een zaagje bij een ander merk dan Mavel uit de decoupeerzaag haalt, zal je zien dat die altijd een beetje vervormd is. Zwart aangelopen is door de hitte. Bij Mavel heeft daar dus geen last van. En daardoor gaan ze ook 4 tot 5 keer langer mee. En dat zijn besparingen. Wat zit er allemaal in een doos? En wat krijgt u erbij bij het standaard pakket? Er is eigenlijk ook maar 1 pakket, dus alles zit erbij. Afzuiging voor naar beneden. Of dat blaast eigenlijk alles naar beneden uit. Dus niet naar achteren. Dan heb je minder zaagsel overal. De stofzuiger aansluiting. Weer achterin zitten. En die zit echt vast, zoals je ziet. Dus die zal niet afvallen tijdens het zagen. Een hulpstripje voor op de geleiderrail. Als je de geleiderrail gebruikt, dan is deze natuurlijk te hoog. Deze kan je hieronder klikken. En zo staat hij stabiel op de geleiderrail. Zal het straks nog even laten zien. De cirkelmol, die zal ik zo uitleggen. En 3 zaagblaadjes, waaronder het ene wonderzaagblaadje, jullie wel bekend. Er zijn 2 zaagblaadjes op elkaar gesoldeerd, waardoor schuin afgeslepen. Waar een soort driehoekzaagje ontstaat, waar die super stijf is, waar je echt heel haaks mee zaagt. Dat gaan we straks demonstreren op een bruinzeel keukenblad. De aanslag, ook wel cirkelmal. 2 zijden, zit niet helemaal in het midden. Zo gebruik je hem als hulpstuk voor de verbreding van je voet. Als je hem op de rand wil zagen, heb je nu extra verbreding. Dan blijft hij stabiel staan. Als ik hem loslaat, kantelt hij om. Het is erg makkelijk als je op randjes gaat zagen. Verder kun je deze nog als aanslag gebruiken. Langs tafels, balken, planken. Hier ook zitten 2 puntjes. Een soort passerpuntje. En een rond puntje. Het passerpuntje maak je gewoon, hoef je een gaatje te boren voor je cirkel te maken. Prik hierin. Andere is een 8 mm doorsnede puntje. Als je een cirkel wil zagen, gebruik je voor je decoupeerzaagje een gaatje te maken. 8 mm zaagje of boordje. En het boordje kun je dus ook gebruiken voor dat puntje. Prik hierin. Steek je in de gat en dan kan je cirkeltjes maken. En daarom heb ik Mavel. Mavel, ze denken overlopen na. Ook over het opbergen. Deze machine beschikt ook over een speciaal anti-splinterplaatje.
Op dat plaatje is een haarlijn aangebracht. Niet in het midden, maar excentrisch. De zijkant van je zaagsnede is de haarlijn. Erg handig, want bij andere merken zitten er puntjes, streepjes of wat ze ook verzinnen om een lijntje te volgen. Maar je weet nooit of je het aan de zijkant of in het midden moet doen. Dan heeft Mavel ook nog een klein bolletje aangebracht, precies waar het zaagje de oppervlakte raakt. Door de druk van de zaag en de druk die je zelf op het hout uitoefent, maximaliseer je de antisplinterfunctie. En zo doe je het antisplinterplaatje erin. Het antisplinterplaatje heeft hier ook nog een randje zitten, waardoor je makkelijker eruit trekt, maar hij zit nog steeds goed vast. Normaal gesproken, als je hem dus inzaagt, duw het zaagblaadje erin, zet je de zaag aan en duw je hem zeg maar zo erin of tegen een muur of iets anders. Dit is best wel moeilijk eruit te krijgen. Daar heeft Mavel natuurlijk weer wat op bedacht. Je pakt de cirkelmol, stopt hem erin, kortslag draaien en je kan hem eruit halen. Typisch Mavel. Mavel heeft een vaste voet, zodat hij absoluut haakzijd gegarandeerd wordt. Je kan ook een hoek zo kopen. Daarmee kan je de zaag onder een hoek zetten. Een snappositie op 22,5 graden. En helemaal naar 0. Je kan hem hiermee vastzetten. Dan is hij vergrendeld. En eventueel kan je hem nog met twee inbusjes eiken. Voor absolute ingestelde graden. Haalt de zolder af. En monteert hem op de zaag. Zo. Stabiel. Blijft staan. Ook onder 45 graden. Wat heel belangrijk is. En je kan hem ook nog andersom erop maken. Dat noem ik een uitvinding. Omdat de Mavel echt haaks is, kun je dus ook lange zaagjes gebruiken. Maar we gaan het nu hebben over de pendelstand. Ik heb hem op pendelstand 4 gezet. Dus niet 3, maar 4 standjes. Je brengt het zaagje in. Nu kan hij al pendelen. Als je hem aanzet, zal er niks gebeuren. De pendelstand bij Mavel gaat pas aan zodra hij druk heeft. Dus je kan recht op een stuk hout een snede maken zonder dat hij wegstuitert zoals bij andere merken. Zo zaag je het antisplinterplaatje in. Stop hem erin, zet je zaag aan. Dat was hem. Ik ga nu demonstreren tot deze zaag zo recht zaagt dat je het verschil met de cirkelzaag niet kan zien. Super strak. Gekke figuren zagen, barberpappers zagen, verzin het maar, met Mavel kan alles. Gewoon omdat het kan. Misschien is Mavel wel Duits voor barberpapa.